Ik kan het origineel niet vinden. Maar er zijn zoveel frikandellen challenge video's. Ik kan daar een hele video aan besteden. En misschien ga ik dat ook nog wel doen ook. En daar zit ik dan. En jullie willen niet weten hoe erg het naar frikandel ruikt op mijn kamer. Yo, Melver! En welkom terug bij een nieuwe video. Ik ga vandaag met frikandellen reageren op frikandellen. Ja, meer is het ook eigenlijk niet. Ik ga weer op zoek naar de frikandel-challenges. En dan ga ik gewoon lekker frikandellen eten, terwijl jullie met mij kijken naar frikandel-challenges. Beste concept ooit. Oh ja, voordat ik trouwens ga reageren, moet ik nog even wat op de muur plakken. Zijn we hoor, bij de frikandel challenges. Er zijn een heleboel ook bekende kanalen die dit hebben gedaan. En het lijkt mij leuk om de onbekende kanalen te gaan bekijken. Terwijl ik zelf ook geniet van frikandellen. Frikandel met slagroom. Yo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video van mijn kanaal. Dit is Martinez, mijn naam is Martijn Boers. En in deze video heb ik een challenge voor jullie. Ik ben niet alleen, ik ben met Thomas en met Nick. Zo, kan hij wel ademhalen? Want hij gaat echt in één stuk door zonder dat hij ook maar één keer ademhaalt. Het gaat er helemaal nergens over. Ik kan niet eens in deze ademen. Dat was echt insane. Maar ze gaan nu een frikandel met slagroom eten. Dat jongetje daar rechts, dat lacht ook half buiten het beeld of zo. En nu is hij links ook niet meer te zien. Goed camera standpunt, jongens. Daar gaat hij. Slagroom. Lekker, man. Ja. Nou, ik ga gewoon meer op, hoor. Nog veel meer op. Oh hier, die jongen die links, die weet wat hij doet. En nu gaat hij gewoon eten. Die is eigenlijk best lekker. Ja, dat is best lekker. Ja. Ik wil eigenlijk allemaal niet proeven. Het is best lekker. God man, wat challenge is het dan? Ze hebben nu gewoon 3 minuten dat ze frikandellen gaan eten. Poesjes, jongen. Ik heb godverdomme 6 hele frikandellen gebakken. En zij gaan 1 frikandel met een... Het slagroom eten, hè. Jongen. Dit vind ik best zwak. Dit vind ik oprecht heel zwak. Ik heb een nieuwe gevonden, jongens. Weer een challenge. Die gaat gewoon lekker dozen frikandellen kopen. Ja, spaar eigen huismerk. Lekker, man. Ik neem ook weer een hapje. Knakworsten zelfs. Hallo! De titel is frikandellen. Haal die knakworsten op, deze gek. We zijn geklikbait. Yo mensen, welkom bij Challenger. Ik dacht er komt een vetzieke intro en opeens... Yo mensen! Ik had veel meer verwacht. Wie in 10 minuten of een kwartier de meeste frikandellen kan opeten. Oh god. We hebben er 25. Dat zijn echt hele skere frikandellen. Dus dat is heel fiks. Ja. Ik versta er geen ruk van. Ze gaan in ieder geval 25 frikandellen met z'n 2 opeten. Binnen 10 minuten. Kijk, ik heb er gewoon 6. Ik doe rustig aan. En ik heb er al eentje op, hè. Beseffen jullie dat? Zo snel gaat dat. Veel succes. Waarom is het geluid zo zacht? Dat is wel. Oké. Ik hoor echt helemaal niks. Ja. Wat, 10 minuten op het hier? 10 minuten. Wat? Oh kut, we vergeten de timer, jongen! Professionaliteit! Dan moet je gewoon die timer al klaar hebben liggen, man. Ik wil zelfs een timer in het beeld hebben, dat hebben ze niet. Ik spoel wel door, want waarschijnlijk is het letterlijk ongeknipt 5 minuten frikandellen eten. Hij is al opgehouden na 5 minuten. En hij lacht hem uit. Ik vind dat we hem moeten uitlachen. Die jongen die eet niet meer. En de oudere broer, denk ik, die eet het gewoon nog wel op. Ja, goed, man. We zijn ongeveer op 15 seconden gestopt. Want we werden helemaal misselijk. Alex, jij had er 6 op, toch? Ja. En ik had er 9 op. 9! Auwe! Oké, ik voel me nu alweer een pussy met 6. Maar ik wil mezelf niet misselijk eten. Dat gun ik mezelf. In ieder geval, leuke video. Dit is alles wat erover. Fucking vals gespeeld! Er liggen een frikandel op de grond! Nee, je gaat niet zeggen dat dit fake is. Nee. Als dat zo is, hè? Hebben ze de frikandellen challenge gefaked? Waarom liggen daar 4... Nee. Ik zweer jullie dat dit gewoon fake is. Oké, zullen we zeggen dat ik er 9 op heb? Dat is fucking veel. En dan gooit hij gewoon 4 op de grond. Dit is gewoon exposed. Ik zweer jullie. Zelfs een fake frikandellen challenge. Nou, het moet niet gekker worden. 680 weergaven. Dit zijn gewoon top video's. Zoveel mogelijk frikandellen eten. Laten we hem gaan kijken. Een blauw duimpje omhoog en subscribe op Alex's kanaal. Oké. What the fuck? Optimaal.
En Coolbest. Cooptimaal. Het lekkere trek voor op je bek. Dat zijn de goede handel. Oké, dit zijn fry candles. Wat is dit voor intro? Gefrituurde kaarsen. Oké. Ze laten zelf zien hoe... Jeetje! Ze gaan toch niet al die dingen bakken? Oh god, ze hebben oprecht al... Jezus! Dit zijn diehards, dat zie je zo. Want de camera kwaliteit is echt poep. Het lijkt wel alsof ze in de hemel zitten, zo wit zijn ze. Maar ze hebben wel ieder gewoon echt 20 frikandellen. Ik vraag me ook af hoeveel ze er daadwerkelijk op krijgen. Ik zweer het, hij belt ons straks. Teun. Kom. Wanneer gaan ze nou eten dan? Om 1 uur. Frikandellen in een half uur. Oh! Ze gaan een half uur doen! Ja, dat had ik niet aanzien komen. Hij heeft er trouwens al eentje beet. Dit kan je echt een leuk photoshoppen. Nee, in ieder geval, het is ook een wereldrecord als het goed is. Namelijk 25 frikandellen in een half uur. Maar we gaan... Dat is een wereldrecord. Het enige land waar ze de frikandel kennen, zoals wij hem kennen, is Nederland. Dan is het niet een wereldrecord, maar een Nederlands record. En dan is het automatisch een wereldrecord, want geen enkel ander land kan het halen. Maar 25 is wel echt mokker veel. We gaan gewoon kijken hoeveel we erop kunnen. Dus dat is dat, wij gaan lekker eten. Eet smakelijk. Ja, dank je, jij ook. Dankjewel. Ja. Oké, daar gaan ze. Whisky cocktail saus. Al. Hij heeft een eerste... Maar ze hebben ze wel een timer aan? Nope. Dit is het, letterlijk. Ik moet zeggen, ik heb best veel honger. Dus dat is nice. Dit gaat toch niet de hele video van 15 minuten worden? Curry. Oh, whisky cocktailsaus. Oh, ik heb best wel honger, dus dat komt goed. Oh, ook nog mayonaise. Echt, dit is maar oprecht een video. Jezus, ze hebben flink doorgegeten. We hebben wel de video. Wacht even voor de... Holy shit. Kijk hoeveel ze nog wel over hebben. Het is ook puur en alleen voor de show. Ik heb 6 frikandellen gemaakt. Puur voor de show. Maar zij bakken er gelijk 25 per persoon. En dan gaan ze het weggooien. Zonde. Dat is echt zonde. Hier. Leg ze hier. Nu hebben ze nog een outro van 4 minuten. Wat de shit, ik... Nou, dit vind ik een hele saaie. Ik heb wel leukere gezien tot nu toe. Deze was gewoon echt veel te langdradig. Oké. Hey frikandellen. Vandaag gaan we de frikandellen challenge doen. Top intro. Ik ga nu even lekker de frikandelletjes halen. En deze frikandelletjes zijn niet gesponsord door mijn mama. Weg naar de frikandellen, jongen. En je frikandellen. Jezus. We hebben de prachtige frikandellen. Oh, eentje breekt al bijna. Hier frikandellen. Godsamme. Hier hebben we een hele bak. En nu gaan we maar. Maar zij gaan dus met z'n vieren het opeten. Kijk, dat is wel echt een challenge. Je gewoon 4 maten hebt en dan ga je gewoon tegen elkaar lopen vreten. Tot wie het eerst overgeeft of zo. Want ik heb nu 2,5 frikandellen op. En ik zit al vol. Het is echt niet normaal. Mag beginnen. Ja. Ik ben nog een beetje heet. Valt wel mee. Breek even in stukjes, want het is nu best wel warm. Dit is nu ook letterlijk wat zij gaan doen. Ik ga maar beginnen met vreten. Hij kijkt ook echt al alsof hij 5 frikandellen op heeft en dat hij aan de 6e is begonnen. Hij zit echt zo fucking moeilijk te eten. Dat is echt helemaal geen goede motivatie voor zo'n video. Nummer 1. Oh kijk! Ja! Ze hebben gewoon een score die ze bijhouden. Dat verandert de hele zaak. Ik kreeg zelfs een applaus ervoor. Ik ben in ieder geval benieuwd naar het eindresultaat. Ze hebben allemaal... Dit is toch geen wedstrijd, jongens. Als iedereen 5 opeet. Gaat er nog iemand meer krijgen of niet? Ik ben heel benieuwd. Stijn! Stijn heeft de 6 opgegeten. Ja, Stijn is mijn gozer, die. Maar ze gaan nog wel meer... Ja! Nou, Puk en Joepje zijn inmiddels weg. Ja. Zwak. Puk en Joep zijn weg, dames en heren. Puk en Joep hadden op zijn minst nog even moeten blijven voor het einde van de video. Die moesten thuis nog gaan eten na de frikandellen challenge. Ze moesten thuis nog eten. Dan kreeg je toch echt helemaal geen hap meer door je keel, man. En ik kan nog maar 1 frikandel eten. En geen meer. Hij gaat er nog een. Stijn gaat voor zijn 7e frikandel. Nou. Mijn 7e frikandel. Ja, als jij die opeet, zou ik echt knap vinden. Daar gaat die jongens, de laatste hapje. Dit is het einde van de video. Hé! Hey.
Waar is het laatste hapje? Is het weer een exposed? Dit is allemaal exposed. Het laatste hapje is verdwenen. Kijk, daar gaat ie. Dit was het einde van de... En hij is weg! Ik heb er 7 op gegeten. En dan Jezus. Later. Oh, dat is ook het einde. Dat is goed. Als je het einde zo in één keer doet, dat is oprecht heel goed. Maar voor de rest, dit was wel de leukste tot nu toe. Frikandellen Challenge. Originele titel. Dit is al de laatste die ik gekeken, maar ik moet zelf ook bijna overgeven. Zo, hé. Jezus. Ik heb er niks te. Fucking trigger. Oeh, de kist. Wat een intro, jongens. Damn. Oké. Okay. We hebben daar met. Oh, ik ben Jack! En voor de mensen die 30 frikandellen liggen, we gaan ze allemaal proberen ja, op te eten. Dat gezicht dat klopt echt perfect bij wat hij eronder zette. Gaat alvast beginnen. Blijf even kijken, doe alvast een paar duimpjes omhoog en dan gaan we snel beginnen. Ja, lekker man. Wat een vrolijke okay, jongen! Je moet wel tellen hoeveel je erop hebt, hè? Ja, we zullen zien. De Sepiardo. Oké. Deze hele dag, hè. Dus, het is de eerste maaltijd. Oh, gadver. Oh, het is een eerste maaltijd. En dan ga je frikandellen eten. Maar, dit is leuk, Gerrit. Ik moet gelijk maar zeggen dat dit echt gewoon top is. Het gaat snel. Je ziet ze eten. Er zitten edit stukjes tussen. Ik ben benieuwd wat het nog verder gaat zijn. Echt zo, we vanavond echt weer aan het eten. Hey, ik denk dat zometeen, waar frikandellen moet gaan doneren naar mensen. Naar mij. Komt die, vang. Sowieso, hij is een zwakkeling. Ik bedoel niet fout, maar hij gaat het minst opeten. Gezien hij hoe al in het begin keek. Dat is gewoon mijn voorspelling. Ik heb bij deze video echt het gevoel dat ik het kan voorspellen. Hoe ze allemaal zijn. En het is leuk. Dit is een top video met frikandellen. Ik kan helaas deze video niet afkijken. Want het is gewoon te lang. Ik ben gewoon benieuwd hoeveel ze op hebben. God man, ik heb er nog niet eens 4 op. En ik zit al te kokhalsen. Maar ik neem nog wel een stukje. Heerlijk hoor in de tijd. Oh, wel. Waarom zitten ze opeens buiten? Ja, hoi Fernando, wat is video online staat en heeft gekeken. Dus hier Fernando. Huh? Hij leeft dus. Ja, echt. Ik mis wat. Hoeveel of heeft hij er nog 9, 8 of zo? What the fuck? Oké, een super random einde. Geen idee wat dat einde is. Ik zit ook echt fucking vol. Ik ga zo ook even kotsen. Ik hoop in ieder geval dat jullie genoten hebben van het reageren op frikandellen met frikandellen. Klik op blauw duimpje omhoog. Klik je naast op wat anders. Abonneer, reageer. Druk op... Doe, ik weet niet eens. Ik zit zo vol dat ik foute outro doe. Doei mensen!